hebben we ook nagebouwd. En waarom? Omdat natuurlijk, ik zal even laten draaien. Dit zijn nu die twee zomerhuisjes die hier staan. Ik vraag het altijd. Ik moet zeggen dat ik geen mazzel heb met mijn groepen. Want ik vraag altijd, als er iemand is die toch los in de zak ongeveer een kleine 3 ton heeft. Ze staan voor 3,20 te koop. Maar ik denk als je 3 ton biedt dat je ze kan krijgen. En je koopt ze en je schenkt ze aan de stichting. Zijn we je voor eeuwig dankbaar. Mag je hier de rest van je leven vrij rondlopen hoor. Ik kan dat proberen. Ja. We gaan even helemaal rechts achter. Dit is het zusje van die vlakbunker waar ik net op wees. De 409. Dit is precies tegenover Delleval. Dit is nog een hoog duin. De voet van deze voetspoeder staat boven de grond. Wat nu nog gebeuren moet, is overal nog wat groen aanbrengen, zodat het niet alleen maar zand lijkt. En dan ga ik nu voor naar de voeringsram. Dat is deze ruimte hier zo. We gaan deze kant op.